Ja, het is wonderbaarlijk vanaf welke leeftijd jonge kinderen al dingen oppikken. Dus hoe eerder jij begint met voorlezen, hoe eerder je kind zich zal ontwikkelen en ook met zijn eigen taal aan de slag zal gaan. Dus je kan bijna niet vroeg genoeg beginnen. En daarom werd er maandagmiddag bij consultatiebureau Carijn in Wielwijk een speciale leeshoek geopend. Die is in samenwerking met de bibliotheek gerealiseerd. Wethouder Peter Heikoop kon speciaal voor deze gelegenheid een boek voorlezen aan kinderen. Dus Carijn en de bibliotheek werken al samen sinds jaar en dag. Onder andere aan het boekstartproject, dus de bekende koffertjes. Die verspreiden we met elkaar bij jonge ouders. En nu hebben we eigenlijk een soort van verdiepingsslag gemaakt op die samenwerking. Waarin we leeshoekjes geopend hebben, boekstart leeshoekjes. Zodat kinderen die hier langskomen bij het consultatiebureau direct kunnen proeven, op onderzoek uit kunnen gaan en aan de slag kunnen gaan met boekjes samen met hun ouders. De leeshoek is bedoeld om ouders en hun kinderen te stimuleren om met elkaar te lezen. Dat is belangrijk omdat voorlezen een band heeft tussen ouders en kinderen. Maar is ook belangrijk omdat het de woordenschat van jonge kinderen sterk bevordert. Het is ook echt ook aangetoond dat kinderen waarvoor veel voorgelezen wordt, dat die met een grotere woordenschat uiteindelijk naar school gaan. Nou ja, en dat is altijd goed voor de ontwikkeling van het kind op latere leeftijd. Iedereen wil natuurlijk het beste voor zijn kind. Maar het is soms lastig om te beginnen. Ja, probeer het kleinschalig te beginnen. Begin met simpele boekjes. Dingen waar dingetjes uitkomen, flapjes uitkomen, dingen bewegen. Als je het zelf moeilijk vindt om voor te lezen, dan probeer op die manier het kind in ieder geval mee te laten beleven. En op een gegeven moment verwacht ik dat vanzelf wel zich zal ontwikkelen. Ja, simpel. Gewoon doen. Het is zo leuk. Het is echt eventjes een geluksmomentje wat je met je eigen kind beleeft. Maakt niet uit op welke leeftijd. En tegelijkertijd is het hartstikke leerzaam. En lever je een enorme bijdrage aan de ontwikkeling van je kind. Dus ik zie geen reden waarom je het niet zou moeten doen.